Heel wat mensen, zoals je ziet, is mijn vorige account, ben ik alles kwijt door bepaalde, ik weet niet hoe dat komt, maar ondertussen heb ik een nieuw account aangemaakt, ondertussen het tutorial al gedaan. We waren al zover mensen, maar we krijgen een nieuwe kans. Wat dat we nu gaan doen, is eerst weer werken voor ons eerste vrachtwagen, want dat is allemaal, hoe moet ik het zeggen, zeven mensen, maar uiteindelijk, wat kunnen we daaraan doen? Niet veel toch? Dus daarom dat ik eerst deze video ga opnemen. En zoals je ziet, ik heb ook al mods geïnstalleerd met echte dingen en het weer en zo. Dat is allemaal een beetje. Gaat het wel merken, mensen. Meer verkeer en zo, lijkt dat in het echt is. Ik baal ervan, mensen. Echt waar, geloof mij. Nou, dat ik eerst heb. Is mijn stoel goed zetten?
man, 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 man. Waarom spel? Waar? Dat is kut om maar volledig opnieuw moeten beginnen, maar ik ga mijn best doen om zo ver mogelijk weer te geraken. We waren goed bezig, maar dit spel, ja, die dacht er anders over. Gelukkig dat we maar level 7 waren, dat maar wat levels in te halen zijn, maar komt wel in orde, mensen. Oeh, Amazon. Oeh.
Wat ik eerst ga doen is. We rijden nu naar Dover, Engeland. Het is ongeveer 3 uur en 14 minuten rijden. Mijn pinker staan, dank u.
Maar ja, niets aan te doen, mensen. Dus mensen, bij deze zijn we weer op het einde van deze aflevering. Tegen de volgende aflevering zal ik wel al een nieuwe vrachtwagen hebben gekocht. Dus mensen, merci om te kijken. Vergeet zeker niet te abonneren en te liken. We hebben een beetje pech, maar we gaan er sowieso veel aan doen om ons eerste vrachtwagen te kopen. Dus mensen, merci om te kijken. Vergeet niet te abonneren en later.